Nee, ik ga deze niet aan doen, ik weiger. Hij gaat ook, zeg maar, als je loopt, ga je met je voet ga je zo aan het eind. Ja, ik voel het gewoon. What do I need? Hey baby, oops, maar. Oh, nee, ik denk het niet. Lang geleden. We willen actie, we willen vreugde, we willen plezier. Dat willen onze ze willen actie. Ik heb dat. Heb je die serie ook? Nou jongens, ik voel mezelf niet. Maar ik loop ondertussen wel een video te maken. Maar kijk, daarom. Ik wil weer gaan vloggen. Maar dit is niet hoe ik mijn vlog weer wil oppakken, toch? Weet je wat we een keer moeten doen? We gaan... Lois, ik heb het. Oké. Okay. Voor de samenwerking. Oh, jij, ik, God. Ik... My boyfriend does my make-up. Lesbian version. Let's go. Oh, jongens, ik heb vissen. Tada! Mijn baby's. Dit is Joe Goldfish. En dit is Will Fishheim. Wie heeft er Hugh gekeken, jongens? Als je het niet hebt gekeken, dan snap je het niet. Maar anders dan is het heel grappig. Ik zat even te kijken naar die tekening voor jou. Maar wie is dat? Kan je echt niet zien? Nee. Dat is dan wel echt wel één van... Oh my god. Mooi, man. Cara Delevingne. Huh? Hoe kan ik onze lesbian queen I know, niet herkennen? Wat I know. Het was wel een beetje teleurstellend dat je dat niet zag. Ja, maar ik maakt ben niet echt uit. Teleurgesteld in mezelf. Helaas, gemiste kans. Verdomme. Ik ben een beetje onrustig vandaag. En ik wilde eigenlijk dus weer vloggen oppakken. Maar dat wil ik dan eigenlijk veel gestructureerder opstarten weer dan dit. Maar misschien is dit gewoon realiteit. Dus moet ik er maar gewoon aan toegeven en accepteren dat dit het is. Om 4:30 moet ik de trein pakken naar Amsterdam. Belmer. Het is weer première tijd vandaag. Ik ga vandaag naar de première van Bad Boys for Life. En ik ga lekker reporten voor Pathé. Dus ik ga voor hun Instagram story weer lekker aan de gang. Ik heb twee vragen bedacht voor de bezoekers / de BN'ers die op de rode loper zullen staan. Maar leek het leuk om te vragen van wat is het slechtste dat jij ooit vroeger hebt gedaan? Of recentelijk misschien wel. En de vraag, wie zou jij als je een bekendheid als Bad Boy for Life zou kunnen hebben, wie zou jouw Bad Boy for Life dan zijn? En dan hoop ik natuurlijk dat ze iets zeggen van Dwayne Johnson, Jason Statham, want hij is zo fucking cool. Dus dat begint om 5:30. 5:30 moet ik daar ongeveer al aanwezig zijn. En 6:00 begint de andere loper. 7:00 begint het programma. En dan gaan ze de film kijken en dan zijn ze rond 9:00, 9:15 weer klaar. En dan wil ik nog altijd eventjes een paar quotejes van wat vonden jullie ervan? En dan kan ik naar huis. Morgen had ik ook iets staan. Is nu niet helemaal zeker of dat doorgaat. Dus ik moet even afwachten of dat doorgaat. Hopelijk wel. Ik dacht, ik moet toch maar wat eten. Ik heb helemaal geen honger om te eten. Ik heb geen zin in eten. Maar ja, hè? Moet toch wat? Alles wat het natuurlijk fantastisch maakt is dat het in mijn Central Perk mok is van Friends. Hallo. Oké, ik ben nu op Belmer. Ik ben ietsjes te, ja, wel vroeg. Het is 4:15. En ik mag naar binnen rond 5:30. Ik ben eigenlijk vaak dan net weer te laat. En dan gaat net OV een beetje ruk. En dan meestal beginnen ze ook wel eerder. Goed verhaal. Daar zijn we hoor. Ik weet eigenlijk niet hoeveelste première dit is nu ondertussen. Maar ik heb er al een aardig aantal gehad. Laten we het daarop houden. Oké, jongens, we zijn aangemeld. Ik heb mijn badge ontvangen. En ik heb deze. Hallo. Ik heb deze persinfo. En daar heb je een smoelenboek in staan. En dat betekent dat dus zeg maar iedereen, inclusief ik. Ik sta er ook op. Fucking cool. Super leuk. Ik heb BN'er-kennis. Maar er komen heel veel BN'ers op dit soort dingen. En soms heb ik een brain fart. Dan heb ik geen BN-erkennis meer en dan weet ik gewoon niet meer wie die is. Dus dan is het heel fijn dat ik kan terugkijken wie er naar de film gaat. Ja, is gewoon chill. Dus ik ga even naar de wc en dan ga ik naar boven en laat ik even zien hoe het eruit ziet. Jongens, ik
ben weer thuis. Er waren momenten dat ik kon vloggen, maar dat ik het oprecht gewoon ben vergeten. Omdat ik ook aan het werk was natuurlijk. Maar het was wel heel leuk. Ik voelde me goed en het ging goed. Ik heb leuke coaches gehaald. Leuk gesprek gehad. Goeie avond. Het was veel beter dan dat ik had verwacht met hoe ik me voelde vanmiddag. Wat ik had staan gaat niet meer door helaas. Ik denk dat ik het maar als perfect mogelijkheid neem om gewoon of me-time of YouTube-time. Erg content met mijn outfit. Heel blij mee. Like it. Bad boys for life. Ik heb hem uiteindelijk zelf nog niet gezien, dus ik ben wel benieuwd. De reacties waren oprecht echt enthousiast. Je hebt soms ook reacties dat je denkt van, ah ja, oké, ik snap dat je gewoon een beetje enthousiast doet. Maar deze waren oprecht dat ik dacht, oké, jullie zijn echt enthousiast. Ik had echt iets leuks staan gepland vandaag, maar gaat dus niet door. Heb ik al 15 keer gezegd. Dus ik ga iets anders doen. Een paar collega's zouden naar Charlie's Angels gaan. Dus ik ga lekker mee. Mijn fav. Ik hou van die film. Ik heb hem nog maar 1 keer gezien bij de première. Maar ik wil hem eigenlijk al heel graag nog 1 keer zien. Dus dit is perfect. Ik vond hem oprecht gewoon inspiring. Want ik dacht echt, ja bitch. Ik ben ook een Charlie's Angels bitch. Dus dat gaan we doen. En omdat het embracen ga ik mijn make-up even doen. Want ja. Mooi shot. Je ziet precies niks. Mijn schoenen aandoen. En dan gaan we lekker weg. Ik heb zo zin in die film. Ik vind hem zo leuk. En het is niet omdat het een kwalitatief fantastische film is. Maar ik vind hem gewoon echt heel leuk. Ja, ik kan er niks aan doen. Oké, ik ga dus zo meteen weg. Nou, ik ga nu weg. Ik ga naar Eemplein, Amersfoort, Pathé. En dan ben ik er, ja, het is 10 minuten fietsen. Jezus. 10 minuten fietsen of zo. Dus ik ga nu weg. Ja, dat was het eigenlijk. Jeetje. Nou ja, dat was het. Ik ga nu weg en ik ga fietsen. Het is super interessant. Ik zie toch niet zoveel. Hoi. Oh, nu gaan ze ineens niet meer praten. Hallo? Ze is ineens stil. Hallo? Hallo? Ja. Bent u mij geweten? Ja. Van welke film? Waar je nu heen gaat? Nee. Jullie werken bij de bioscoop, jongens. Finding Nemo. Ding, 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 ding. Finding Nemo? Finding Nemo. Waar de fuck heb je het over? Ik ga het zo op... Och jongens. Hoe heet die vis ook alweer? Met dat stukje dat in het donkere stuk. Met die enge vis met het lampje. Oh ja, hoe heet die ook alweer? Ja, dat. Huh? Bent u mij geweten? Dat stukje ken je toch wel? Ja, eindelijk. Wat vond je van de film? Ik vond hem heel leuk. Ik vond hem superleuk ook in elkaar gezet. En er gebeurden allerlei dingen waarvan ik echt, wow, wat kon dat gebeuren? Davy, hè? Ja, ik snapte het niet. No. Ik ben ook echt geschrokken bij die ontploffing. Die was best wel intens. Ik ga nu gewoon letterlijk Disney Plus erbij pakken. Om te laten zien voor welk stuk ik het heb. Is het in het begin, in het midden of aan het einde? Wel meer midden. Ik had echt gehoopt dat ik ergens op klikte en dat hij meteen bij de stukken. Oh, ja. Hey, ouwe bronschool. Oh, hij gaat uit. Oh nee, oh ja, oh ja, oh ja. Wie is dat? Wie is dat? Ja, wie zou dat nou zijn? Ik ben het. Bent u mijn geweten? We hebben het gewoon. Maar deze vind ik wel beter. Ja, maar die andere die waren heel hard. Het ligt wel echt zacht. En die ander was weer te hard. Dat is ook nooit goed, hè? Oh mijn god, jongens. Oh, dit haar. Jeetje. We begonnen aan sex education. Het begin. Ik ga stuk. Oh, dit haar. Oei. Oeh. Auw. Mijn god, wat zie ik eruit. Goedemorgen. Ik heb echt gewoon een healthy shake. Oh my god. Ik ben zo healthy. Voor wel chocolademelk in gedaan. Ik vind het eiwitsmaak altijd nog wel heftig namelijk. Oprecht wel lekker. Ik heb er gewoon een beetje chocolademelk bij gedaan voor zeg maar de smaak. Vanavond die bruidsshow. Ik verwacht dat ik niet echt iets kan vloggen. Misschien kan ik wel gewoon mijn camera meenemen voor het idee. Ik moet eigenlijk echt de afwas doen. Ik stel die al 3 dagen uit. I'm tragic. Ik ben die verzamelaar. Ik verzamel elke keer heel mijn inboedel aan spullen die ik gebruik, zeg maar, aan glazen, mokken, alles. Totdat het allemaal weer op is en ik alles in 1 keer moet schoonmaken. Het is echt heel stom, maar elke keer gebeurt het weer en denk ik, ah, why? Ik moet nog btw-aangifte doen. Ik stel het nu echt al de hele week uit. Maar ik moet het wel nog doen. Ik weiger ziek te worden. Ain't nobody got time for that, man.
no time. Dit. Soms stopt hij er gewoon mee. Lul. Oh mijn god, jongens. Begin januari ben ik ongesteld geweest. En ik ging net naar de wc en ik was ineens semi-ongesteld. Nou, nu weet ik niet of ik echt nu ongesteld word of ineens random bloeding heb. Maar that's fine, sort of. Fine. Maar ik moet vanavond natuurlijk die bruidsshow lopen. Als ik dan ineens bloed. Ik moet 6 jurken aan of zo. Ik heb paniek. Waarom? Echt mijn worst nightmare gewoon dit. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Oké. Okay. Even rustig. Even mijn cafeïne. Waar heb ik mijn oplader? Oké, okay, komt goed. Er is iets als tampons. Ik vind het sowieso spannend, want catwalk lopen, daar heb ik dus niet zoveel ervaring nog in. Maar ja, hè? Enige manier om ervaring op te doen is ervaren. Oké, okay, het is 4:30 geweest. Ik ga even mijn jas aandoen. Het is eigenlijk niet een halve fietsen, maar laten we maar gewoon op tijd weggaan. Het is zo koud. Het ziet er niet uit, maar het is zo koud buiten. I don't even care. Ik heb er een tampon in gedaan. Just to be sure. Ga me nou niet zeggen dat ik zo meteen ga lekken op 1500 euro jurken die wit zijn. Nee. Bye, bye. Ik en zuster Lief gaan weer lopen met een... Mag ik jou filmen? Ja hoor. Nieuwe zuster. Hi. Oké, we mogen onze hakken passen. Ze zijn heel mooi. Maar ja, ik heb hier wel echt van die wiebelenkels. Very pretty. Oké, ik heb even een broodje. Het is nu 5:30 ongeveer. Ik was om 5:00. De show begint om 7:30. We moeten nog make-up, haar. Ik ben benieuwd. Oké, okay, dit zijn alle jurken die we gaan aantrekken. Ik ben rood. Ja. Jij bent groen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, 8, 9. Nou ja, look how pretty. Sorry, ik smak er doorheen, maar dat is zo mooi. Deze loopt gekker dan die ander. Oh, nee, ik ga deze niet aan doen, ik weiger. Zeg maar, als je loopt, ga je met je... Met je voet ga je zo aan het eind. Ja, ik voel het gewoon. Oeh, nee, dat doen we niet. Ik dacht eerst dat het die van haar was. Ik herkende hem niet. Ik vind hem leuk. Oh, deze haarstukjes. Oh, ik ben niet bang daarvan. Uit het beeld. Oh, deze haarstukjes. We hangen ze al hier op en de jurken die klaar zijn komen op het rek. Is dat een idee? Ja, ja, dat lijkt me. En je hebt hier een gedeelte, zie, dan is dit bijvoorbeeld voor jou. Ja. Dit ja. Voor jou en dit voor Esther. Dat ja, is goed. Top. Dan heb je iets meer ruimte en dan als het klaar is, dan doe je het lekker op het... Prima. Op het rek. Ja? Ja. Twee, volgens mij. Heb jij nu mouw aan, heb ik nu kort aan. Anders doen we gewoon gelijk maar als eerst. Ja, ik heb strapless, jij hebt die, dus aan Esther mouw. Ja, we hebben al een soort van verdeling gemaakt met de jurken. Die hebben soort van gekeken welke dan per ronde bij welke passen. Voor mij ook in speeltal? Ja. Ja, top. En dan mag je nog wel kiezen welke je als laatste wil van de twee die wij over hebben gehouden. Je mag sowieso wel gewoon mening geven hoor, ja, maar dan hebben we in ieder geval wat uitge... Ja, wat bedacht. Ja. Bedacht, ja. Dus het is wel een beetje los. Juist, okay, ja. Top. Nee, dan heb je me. Dan heb je me. Ah. Half in de make-up. Mooi, mooi. Hé, hey, ik zit niet in de make-up, nee, dus hallo. Alleen, ik ben niet echt pro in krullen, dus... Op een gegeven moment dacht ik wel van, ah, wat ben ik begonnen? Ging en toen... Oh my god. Oké. Oké,
Oké, okay, ik moet het langzamer gewoon. Ja, is goed. Gewoon echt alsof je... Ja. Slow-mo loopt. Voor de achterkant ja. kunnen zien. Ja. Ja, gewoon net. Maar nu heb je het even gelopen en dan... Staan nu weet je hoe je loopt. En dan weet je ook waar je hoort. Wil je een glaasje wijn? Oh, ik dacht het is hip tand. Nee. Nee, dan moet ik plassen. Gaan we niet doen. Oh, oké. Okay. Ik ren heel snel, dus ik moet gewoon langzaam lopen. Neem je tijd, hè? Relax. Ja, we moeten eigenlijk wel. Heel langzaam lopen. Fucking slow. Fucking slow. Iedereen moet kijken naar details. Hè. Ze moeten kunnen zien hoe de details van jurk in elkaar zitten. En als je er langs rent, kunnen ze het niet zien. Je bent er zo doorheen. Twee minuten is ook echt, ja. Ja. Ja, ik vind het ook wel mooi, maar ik was wel dat ik het zo geen idee. Ik weet niet waar dit heen moet, maar dat gaat nu. Je staat er nu op, heel. En jij staat er ook op. En jij staat er ook op. Ik op zoek naar die glutenvrije. Jammer als je ze verliest, hè. Laten we hopen we niet. Oh, sorry. Mag ik even mijn borst terug? Ik heb mijn vinger erachter hoor, ik prik je niet. Nee, ik vertrouw jou. Wat is net? Witte ving. Wat had je net? Als je aan hebt en denk je, oeh, het glittert. Oeh. Kun je niet stellen? Mooi. Yes. What do I need? Maybe boobs, maar... Oh, nee, ik denk het niet. Ja, nee, dat heb ik al lang losgelaten. Ben ik een wimper kwijt of... Nee. Kom. Zo ben ik meestal heel snel. Heel kak. Ik ben goed gespeeld. Fuck nee, apart, hè? Het enige wat je moet doen, hè? Nee. Grapje. Verschrikkelijk. Ja. Odette goes to the ball. Hi, ik ben Odette. Hoi. Hallo. Hoi. En jij bent Sissy. Sissy in corset. Ja, die is zo mooi, is dat deze? Nou, dan gaan we weer. Last but not least. Gisteren was dus de bruidsshow. Ik heb geprobeerd tussendoor te vloggen, maar we moesten omkleden, weer catwalk lopen, zeg maar weer gaan lopen, terug omkleden en dat met 7 jurk ongeveer. Dus wat ik heb, was ik al best wel van, nou, ik heb toch wat mee kunnen filmen van zeg maar de experience. En ik zag gisteravond op haar Instagram de eerste video. Aan de ene kant very proud. Aan de andere kant zie ik zoveel dingen die ik meteen waarvan ik denk, oh my god. Zit niet aan je haar. Kijk niet zo naar beneden. Sta nog rechter op. Terwijl ik al wel probeerde bewust te zijn van mijn lichaamstaal. Fair enough though. Dit was de tweede keer dat ik zo'n soort catwalk ding heb gedaan. De tweede keer. Voor als ik hem zo bekijk denk van, oké, okay, kind of did well. Maar laten we zeggen, goed beginsel om op vooruit te borduren. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb eigenlijk bijna al mijn dingen gecanceld om gewoon thuis te zijn. Nu ga ik wel even weg om even naar de stad te gaan qua boodschappen. Want ik heb niet meer zoveel in huis. Maar voor de rest ga ik gewoon editen, filmen, chillen, thuis zitten, boek lezen hopelijk. Slapen. Slapen. Nu zag ik gisteren op Instagram van Niek dat hij in Amersfoort was. Dus ik zei van, yo, Amersfoort. Nu is hij blijkbaar op de markt vandaag. Ik ben gewoon curious. Dus ik ga even kijken wat hij daar aan het doen is. Ga ik boodschappen doen, ga ik naar huis. Ik lol hem echt mega. Als ik dan toch bij de markt ben, ach, misschien wel gewoon even fruit en broodjes halen. With the money I don't have. Oké, ik heb in ieder geval van boos gehaald. Nu voel ik me echt een stalker, maar daar rent hij hoor. Tuurlijk rent hij. Kost dit ook extra geld? Hallo. Een wilde Niek. Hi. Koala, koala, bereid mij van het vuur. Koala, koala, de donatie is niet duur. Jeetje, ik besef me nooit hoeveel energie jij hebt, maar... Jij nooit zei, genoeg. Kom langs. Ik dacht, nou oké, okay, waarom niet?
Ja, leuk dat je langs bent gekomen. Ik heb net een concert gegeven aan allemaal kinderen. Ik zag het, dat was heel schattig. Mijn ouders hebben allemaal gedoneerd. En we zijn nu live op televisie. Oh. Nu live. Ik heb alleen geen klein geld. Step. We hebben een QR-code. Oh, nou. Ja, kom maar even mee. Oké, dan. Dit is Lois, bekende vlogger. We kunnen nog in de uitzending proppen. Oh, ik heb gevraagd of zij wil komen. En zij gaat 70 euro, zei je, doneren. Nou, daar moet ik wel nog een maand mee doorkomen hoor. Zelf leven, kan, maar ik kan wel wat kwijt. Maar ik kan wel iets kwijt. Okay, Lois gaat even wat op camera doneren. Lois. Ja, ik ga iets op camera doen. Ja. Waar ben ik nou weer in beland, joh? Ja, je bent beland in Zap Your Planet. Zap Your Planet. Ja. En we doen actie voor de koala. Ik dacht, ik kom gewoon even gezellig langs. Haal meteen een broodje en zo. Ja. En nu ben ik hier. En nu mag je al je maandsalaris doneren aan de koala's. Het is al niet zoveel. We hebben hier namelijk een echte wilde Amersfoort vlog te pakken. Ja. Dus ik kan even met je telefoon, kan je deze scannen met je camera. Oké, okay, wilt top... iemand mij... Ja, ik vlog wel lekker door. En wat ga jij doneren? Hi, lieve kijkers. Aan de koala's? Zo on the spot. Is 5 euro afgelopen? Ja. Ja, erg is, ik zat net mijn broodje, ik wilde checken, ik moet volgens mij gewoon ook overmaken. Dit is hoe ik ben net uit huis en okay, zo. Dus je hebt niet 5 euro op je rekening? 4,34. Oké. Okay. Oh, nou, dat is top. 4 euro is ook goed. 4,34 heb je op de rekening en dat gaat doneren aan de koala. Dat vind ik echt goed. Dit is de QR-code, ik ga vast verder actie voeren, ja? Succes! Ja, naar je camera en dan scannen dit. Ah, wauw. Juist. Ik heb nooit van mijn leven gedaan. Ik ga echt mijn laatste beetje geld... Dankjewel. You will save us. Ik heb wel nog geld. Maar you niet, will save us. Ja. Oké, okay. 4,34 euro precies zijn, wordt hier nu gedoneerd. Ik krijg niet allemaal spamberichtjes. Nee, ik ga je wel stalken, maar dat deed ik al. Oké, nou. Maar als je op jezelf woont, gaat echt... Gaat wel hard. Nou, ik ben blij dat je bent gekomen. Waarderen we. Ja, ik dacht waarom ook niet. Het is wel ijskoud, maar jij hebt het zwaarder dan ik nu. Helemaal niet. Ik heb wel meer dan 4 euro op mijn rekening. Ik beweeg het, ik heb het niet koud. Fair enough. Je lens is vies, je camera is bijna leeg. Ja, ik weet het. Ik heb mijn verstofte camera sinds heel lang weer opgepakt. Hier, daar gaat hij. Bedrag van 4,34 euro op de bestedingsruimte van 4,34 euro. Ik heb er al over te halen. Heb jij je bak al terug? Ja, ik heb mijn containers al. Heb je last van je nek of zo dat je zo loopt? Nee, mijn telefoon zit ertussen, vriend. Ik ga echt... Nah. Kijk, Team Annemar, yes! Dankjewel. Dankjewel voor het kijken, jongens. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En natuurlijk ook even te abonneren. En spread the love in the comments. Because we love that. Bye.